Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door bitcoinmeester.nl en saats.nl. Ja, het zijn beide websites om bitcoin te kopen. Ja, Robin, we hebben genoeg nieuws de afgelopen week. Een van de meest opmerkelijke nieuwtjes is toch wel dat de adressen die Craig Wright heeft ingediend bij de rechtbank in Florida, die zijn door iemand anders gebruikt om een bericht te ondertekenen. Toch opmerkelijk nieuws. Feitelijk kunnen concluderen dat, dat deze adressen niet in bezit zijn van Fikitoshi. Ja, Craig Wright heeft een hele lijst aan adressen doorgegeven in een rechtszaak. En dat gaat over 1,1 miljoen bitcoin, geloof ik, uit mijn hoofd. Ja. Dat is een hoop geld dus. En hij heeft een x-aantal adressen aangedragen om te laten zien van, nou, dit zijn die vroege bitcoin die van mij zijn. Maar die zitten nog vast in een of andere Tulip Trust, lang verhaal. Maar nu zijn er 145 adressen daarvan gebruikt om een bericht te ondertekenen, waarin staat, ik zal het even voorlezen, gewoon op zijn Engels. Ja. Craig Stephen Wright is a liar and a fraud. He doesn't have the keys used to sign this message. The Lightning Network is a significant achievement. However, we need to continue working on improving on-chain capacity. Unfortunately, the solution is not to just change a constant in the code or to allow powerful participants to force others out. We are all Satoshi. Oftewel, adressen die zogenaamd van Craig Wright zijn, die hebben een bericht ondertekend waarin die een fraud wordt genoemd en een leugenaar. Ja, een oplichter. Ja. Ja, nee, en toch ook opvallend dat hij het Lightning-netwerk noemt als zijn een oplossing. En ook even een steek onder water richting de big blockers. Dus de mensen die grotere transactieblokken willen, hè, zoals Bitcoin Cash, Bitcoin SV. Waar natuurlijk Wright, in ieder geval van Bitcoin SV is natuurlijk Wright eigenlijk de voornaamste uitdrager van die chain. De oppergod, hè, in die community. De oppergod, inderdaad. Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk wat dat betreft het volgende bewijs tegen hem. En het is natuurlijk ook wel interessant om te kijken hoe zich dat, want het is nu ook formeel door de Climen erven aangedragen als bewijs. Dus in die rechtszaak. Er is een nieuwe motie ingediend tegen Wright. En die is begin juli, volgens mij 8 of 9 juli, wordt die rechtszaak. Dat is eigenlijk een soort lopende trial. Die kan enkele weken duren. Maar we spraken Arthur van Pelt, die gaf aan, nou ja, het kan ook wel vrij snel klaar zijn. In de zin van, die uitspraak die kan ook vrij snel volgen. Ja, het liegen komt er nu steeds duurder te staan, lijkt het wel. Dat is tot nu toe bijna bij alles, alle bewijzen tussen aanhalingstekens die hij aandraagt, komen er dingen boven water die niet kloppen. Ja. En overigens zijn deze misschien nog wel een leuke toevoeging. Hè? Dat zijn niet de Patoshi blocks of adressen. Dat zijn eigenlijk de Patoshi blocks. Dat zijn de blokken, de Bitcoin blokken die verwijzen naar Satoshi. Nou ja, het is meer een inschatting van de Patoshi blocks zijn blokken die vroeg gemined zijn op het Bitcoin netwerk. En dan die toegeschreven kunnen worden aan een hele actieve miner op dat moment. En we, dus aanhalingstekens, mensen die Patoshi blocks in de gaten houden, die denken dat die van Satoshi zijn. En de signature van die blokken komen niet overeen met die nu dit bericht hebben ondertekend, lijkt het. Ja, nou ja, het is in ieder geval iemand die veel, ja, het is een aanname, maar in ieder geval die veel bitcoin heeft. En in ieder geval er vrij vroeg bij was. En waarschijnlijk ook nog wel contact heeft gehad met Satoshi. Getuigen de adressen. Ja, het is wel een dingetje hoor. Want als jij, je bent al die jaren stil met die adressen. Je doet er niks mee. In de zin van, je doet er wel wat mee, want je houdt het vast tussen al die prijsstijgingen door, zeg maar. Ja. En dan pak je nu een moment, omdat iemand dus beweert Satoshi te zijn, om toch van je te laten horen. Ja, dat betekent wel dat je het gewoon zat bent in ieder geval. Ja, en de timing is natuurlijk ook wel saillant wat dat betreft. Die rechtszaak die loopt nog. Dat is eigenlijk de rechtszaak van Climen versus Wright. Climen was een voormalige zakenpartner van Craig Wright, Amerikaan. En zijn nabestaanden hebben een rechtszaak tegen hem
tegen Wright aangespannen. Want ja, ze waren het een beetje zat dat hij liep te verkondigen dat hij Satoshi is. Dus ze hebben eigenlijk gezegd, bewijs het dan maar. Als jij zegt dat jij die 1,1 miljoen bitcoin hebt, dan heeft jouw voormalige zakenpartner, waar je de verschillende dingen mee hebt, waarmee je dus die Tulip Trust hebt opgezet, dan hebben wij daar de recht op de helft binnen dat trust. Dus het kan nog in potentie behoorlijk in het gezicht ontploffen van Craig Wright. Ja, hij verliest eigenlijk altijd, want als hij wint, dan moet hij het helft van zijn zogenaamde fortuin inleveren. Ja. Maar dan heeft hij wel zogenaamd bewezen dat hij Satoshi is. En voorlopig lijkt dat er helemaal niet op. En ik ken ook maar weinig mensen, we kennen er allebei wel een paar, die nog hierin trappen en dit geloven. Maar dit blijft gewoon een hot topic waarschijnlijk dit jaar. Misschien gaat het nog wel veel langer door dan alleen dit jaar. Want ik denk niet dat hij snel ophoudt. Nee, precies. En hij heeft diepe zakken. Precies, nou, hij heeft ook vrienden met diepe zakken. En we hebben natuurlijk eerder met Arthur van Pelt uitgebreid gesproken. En hopelijk dat we binnenkort weer met Arthur een update kunnen opnemen voor Hub Bitcoin. Want ja, dit is een dossier wat zich blijft voortduren. En het heeft verschillende kanten ook. Het zal ook wel op den duur gaan over Bitcoin SV en iedereen die daarbij betrokken is. Want onder andere, ben ik even zijn naam kwijt, maar handlanger wil ik hem niet noemen. Een soort assistent van Craig Wright. Die, ja, ik weet wie je bedoelt, ik kom ook even niet op zijn naam. In ieder geval, die met die jongere meisjes op de foto's gaat, ja. Oh ja, dat is die Calvin Eyre, dat is eigenlijk een... Die heeft, believer. Nou ja, die heeft heel veel geld vergaard met in de online gokwereld. En die behoort inderdaad tot het selecte groepje vertrouwelingen. En naar verluid is hij ook financier binnen Enchain. Enchain is eigenlijk het bedrijf achter Bitcoin SV. En je kunt het een beetje vergelijken met... het is een hele boude vergelijking, maar je hebt natuurlijk binnen de Bitcoin wereld Blockstream. Ja, dat is ook een bedrijf, kun je zeggen, die Bitcoin technologie aan de man wil brengen. Volgens mij van oorsprong zijn er ook veel vroege Bitcoiners, Bitcoin devs bij Blockstream betrokken. Ja, ik denk niet dat Adam Beck en Blockstream er blij mee is dat je ze vergelijkt met Enchain. Maar goed, ik snap waar je naartoe wil. Nee, precies. Het is ook gewoon een bedrijf entiteit, die bouwt aan het protocol. En bij ik vind het opmerkelijk dat je zo op de hoogte bent van Bitcoin SV-structuur. Ik laat het maar een beetje langs me heen gaan. Misschien is dat niet helemaal goed, maar... Nou ja, ik heb het gehaald uit die Arthur van Pelt interview. En oh, die volgt dat op de voet. Maar goed, het is aflevering nummertje 19 trouwens, als je het terug wil luisteren. Ja, en nou ja, goed, er worden steeds meer mensen opgeroepen door verschillende rechtbanken. Dus het kan zijn dat er nog meer boven tafel komt rondom die Bitcoin SV-beweging. En ik denk dat het alleen maar goed is cleansing. Ja, cleansing is ook weer niet het goede woord. Maar in ieder geval dat daar meer transparantie over komt, over hoe bepaalde projecten worden gefinancierd. Ja, ik heb ook zoiets van, laat ze maar lekker... Kijk, ik vind het vooral kwalijk als je bijvoorbeeld als je het over Bitcoin Forks hebt, als je bijvoorbeeld naar bitcoin.com gaat, dat is de website van, hoe heet die ook alweer? Roger Ver. Ja. Roger Ver, moet ik zeggen. Ja. En daar staat op een gegeven moment van, ja, wil je Bitcoin kopen? Klik hier. En dan klik je op Bitcoin kopen. Maar in plaats van dat je Bitcoin gaat kopen, koop je dus Bitcoin Cash. En dat vind ik heel vervelend. Kijk, dat je dat netwerk zelf op gaat zetten en zo, dat moet je lekker zelf weten. Maar ze misbruiken eigenlijk een beetje de naam. Al zullen zij vanuit de andere kant zeggen dat juist Bitcoin de naam misbruikt. Maar goed. Er is veel misleiding aan die kant, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, goed. Je moet gewoon ook naar de fundamentals kijken. Kijk vooral naar de rekenkracht van een netwerk. Ja, dus we hebben in het verleden al gezien dat de hashrate van bijvoorbeeld een Bitcoin Cash dermate is gedaald dat een 51% attack, een
eigenlijk dat een derde partij het netwerk kan overnemen, die kans is vrij groot. Ja, dus, ja, tot nu toe is dat ook daar niet gebeurd. Ik kijk het eigenlijk vooral die soaps, want er zijn er meerdere, met flink wat popcorn. Keto popcorn. En ja, ik vind het wel opmerkelijk dat zo iemand dan zo standvastig is. Want voor hetzelfde geld gelooft hij ook echt nu dat dat zo is, hè? Die Craig Wright. Nou ja, het is zelf wijsgemaakt dat het ook allemaal klopt. Nou ja, kijk, dat is wat Arthur van Pelt ook zegt. Hij voldoet aan het profiel van iemand heeft behoorlijk narcistische eigenschappen. En ook, je kunt toch zeggen, hij heeft ook pathologische. Kunt zeggen, hij heeft de pathologische neiging om te liegen. Dus, daar bedoelt hij aan. Maar goed, dit houdt de gemoederen bezig. Het is goed dat dat deze vroege Bitcoin miner behoorlijk wat transparantie geeft hierover. Ja, ik vind het ook vooral gewoon wel van ballen getuigen dat je dat doet. En daarnaast, Bitcoin SV is het op netwerkgebied in ieder geval flink aan het afleggen. En blijkbaar ook in de rechtbank nu. Dus ja, prima. Ja, wat dat betreft, de code heeft geen ego. Hè? Code heeft geen ethiek. In de zin, iedereen kan nu zien dat het klopt. En dat is dan toch wel weer, zou ik zo zeggen, de kracht van het Bitcoin-netwerk, Bitcoin-protocol. Dat iemand zo ontmaskerd wordt. Dus, maar laten we verder gaan met de nieuwe ontwikkeling op het gebied van de Bitcoin-transacties. Je had een mooi stuk geschreven over Coinswap. Dat is eigenlijk een manier om je Bitcoin-transacties te anonimiseren. We kennen natuurlijk al CoinJoin. Ja, CoinJoin is eigenlijk de transacties in één grote grabbelton gooien en dan langzaamaan uitsturen. Ja. Dus dan, als je één grote grabbelton alles gooit, dan is het moeilijker te volgen waar alles naartoe gaat. En Coinswap, dit eigenlijk nog een makkelijkere manier, is een, moet ik even kijken, voorstel ooit bedacht door Craig Maxwell in 2013. Mm-hmm. En er is nu een Bitcoin developer en die wil dit uit gaan bouwen. Chris Belcher, inderdaad. En wat het is eigenlijk vrij, het principe klinkt vrij simpel. Als ik een transactie stuur met Coinswap van punt A naar punt B, dan weet niemand dat mijn transactie dat die transactie ook weer naar mij teruggaat. Zeg maar. De eigenaar van het volgende adres is niet bekend. Dus op papier lijkt het dat het van A naar B gaat, maar in feite gaat het in plaats van A naar B, gaat het van A naar Z, noemen ze in het voorbeeld. Dus wat er gebeurt is, transacties worden verstuurd en de eigenaar van dat adres is nooit bekend. Kan niet gekoppeld worden aan iemand die betrokken is bij de transactie. Ja, je zegt op papier, je bedoelt in de blockchain. Hoe werkt dat dan? Ja. Want in de blockchain is alles transparant, hè? Ja, nou, je hebt dan dus, laten we Alice pakken en Bob. Die worden vaak gebruikt, die namen, dus laten we die gewoon aanhouden. Ja. Als je Alice adres nummertje 1 hebt, die stuurt dat naar Coinswap adres nummer 1. Mm-hmm. En die verzendt het vervolgens naar Bob. Maar niemand weet of dat adres waar het dan terechtkomt, in dit geval die van Bob, of dat een adres van Alice is, van Bob, van Pietje, van Jantje. Niemand weet de eigenaar van dat adres. Het adres is niet te koppelen aan iemand anders binnen die transacties. Okay. Wat ervoor zorgt is als iedereen dat gaat doen, of tenminste als meer mensen dat gaan doen, dan is elke transactie vanaf dat moment, kan het mogelijk zo zijn dat ze Coinswap hebben gebruikt, waardoor het moeilijker te volgen is van wie de transacties zijn. Precies. Je hebt eigenlijk altijd, altijd de mogelijkheid om te ontkennen dat de transactie weer gegaan is naar degene die ze zeggen, omdat Coinswap gebruikt is. Ja, dus je zou in theorie zou je een hele lus aan transacties kunnen hebben die, ja, dus waarvan ze niet weten dat er Coinswap is gebruikt. Ja, kijk, het netwerk weet het in de zin van, op de blockchain staan gewoon de transacties. Het zijn gewoon normale Bitcoin transacties, net als elke ander, worden opgeschreven en bijgehouden door elke node op het netwerk, gecontroleerd om te kijken of het wel mag, ja, of het wel klopt. En ja, wat het dus eigenlijk doet is, het anonimiseert het hele netwerk, omdat het een mogelijkheid is dat iedereen dit gebruikt. Als jij het wel doet en ik het niet, dan is mijn transactie
zorgt ervoor dat in een hoofd van een analist de mogelijkheid bestaat dat jij ook CoinSwap hebt gebruikt. Ja. Dus het zorgt eigenlijk voor een wirwar aan nieuwe transacties die moeilijker te volgen zijn voor analisten. En dat verhoogt dus automatisch de privacy. Ja. Ja, precies. Het is echt bedoeld voor je hebt natuurlijk derde partijen zoals Cypher, Trace, Chain Analysis, die continu die blockchain aan het afspeuren zijn en die daar heel veel data uit halen en die bijvoorbeeld in opdracht van opsporingsdiensten werken. En eigenlijk zijn dit soort nieuwe software is bedoeld om die transacties toch meer anoniem te maken voor de gebruiker. Ja, het is vooral dat het adres waar de bitcoin terechtkomen, dat die niet gekoppeld is aan al bestaande geldstromen van wie dan ook. Dus dat zorgt ervoor dat je onmogelijk weet van wie die transactie of van wie dat adres op dat moment is, als buitenstaander. Kijk, jij en ik weten, als ik bitcoin naar jou stuur en we doen dat via CoinSwap, dan weet jij dat je het krijgt en ik dat ik hem naar jou verstuurd heb. Maar in de boekhouding is dat niet duidelijk te vinden. Dus het zorgt voor een extra laagje aan moeilijkheid om geldstromen te blijven volgen. Ja, en het idee erachter is, we hechten aan financiële privacy en daar hoort ook bij het principe dat een derde partij geen inzicht kan krijgen in waar de bitcoin naartoe gaat. Nou, je hebt het recht, vind ik in ieder geval, en bitcoin... protocol gaat daar nu langzaamaan op verschillende manieren naartoe. Je hebt het recht op privé betalingen. Ik vind gewoon als ik jou 5 euro wil geven, Wessel, dat ik dat moet kunnen, zonder dat ik dat aan iemand hoef te vertellen. Ja. Behalve als het een business transactie is, want in Nederland moet je dan gewoon belasting betalen. Maar dat zorgt er dus voor dat je op allerlei niveaus dat soort dingen kunt gaan doen. Je kunt op meer manieren privé gaan betalen. En dat kan voor Bitcoin een manier zijn om meer gebruikt te kunnen worden als betaalmiddel. Als jij een betaling wil doen of jij zou zeggen van nou, ik wil gewoon niet dat dat per se heel makkelijk getraceerd kan worden aan mij of aan degene die het geld krijgt, dan is zo'n CoinSwap een optie. Ja, kijk, het zijn eigenlijk twee dingen inderdaad. Binnen die Bitcoin community of Bitcoin developer community heb je natuurlijk al langer de discussie over meer een privacy. Op echt op de sediment layer. Maar we zien nu dat er in eerste instantie veel meer extra software gemaakt wordt. Die niet by default op de sediment layer staat. Maar die in zekere zin een soort aanvullend is op Bitcoin. CoinSwap is ook, dat is geen update voor het Bitcoin protocol zelf. Maar dat zouden dan meer wallets moeten doen. Dus software waarmee jij je Bitcoin adressen beheert. Ja. Dus een bestaande wallet zou het volgens Belcher kun je het gewoon in, zou je het kunnen implementeren in wallets die al bestaan. Of er moet een nieuwe wallet voor gemaakt worden die CoinSwap heeft. En dus het is geen upgrade aan de Bitcoin protocol kant. Maar het is inderdaad net daarboven die laag om te proberen het toch wat moeilijker te gaan maken om constant maar die transacties te blijven volgen. En aan de andere kant het inzichtelijk hebben van de blockchain natuurlijk, van heel de boekhouding. Dat is een van de basisdingen waarom Bitcoin überhaupt werkt. Iedereen moet elkaar kunnen controleren. Alleen het zou fijn zijn als we dat kunnen doen en tegelijkertijd op een ander niveau de privacy kunnen verhogen. En dit soort initiatieven zijn daar een mogelijkheid toe. Ja, dus op de blockchain staat nog steeds van Robin stuurt 5 euro naar Wessel. Dat staat er nog steeds op. Nou ja, naar adres van adres A naar adres B. Maar niemand weet dan van wie adres B is. Ja. Ja, kijk, we hebben natuurlijk regelmatig komt het ook terug in. Ik denk ook, ja, het is een beetje een aanname. We hebben in Nederland natuurlijk gewoon die cryptowet. Wat ik daarvan begrijp is dat het. Dat richt zich natuurlijk ten eerste op de aanbieders. En eigenlijk net zoals in het huidige leven met fiat geld. Stel dat ik noem maar wat, ik betaalde op als een paar tientjes, hè, omdat ze heeft opgepast op de kids. Dan hoeft zij dat officieel, kijk, dat wordt allemaal tot nu toe gewoon gedoogd door de fiscus. Alleen op het moment dat het natuurlijk een georganiseerd karakter krijgt en iemand verdient echt
ik noem wat, zijn brood met oppassen en heeft daar ook een website omheen getuigd, et cetera. Dan zegt de Belastingdienst, oké, we gaan hier moet inkomstenbelasting over gegeven worden. Ik wil alleen maar zeggen, over het algemeen, zolang het geen georganiseerd karakter krijgt, wil de Belastingdienst, dat zie je nog wel, daar een oogje voor toeknijpen. Dat is zo. Ik wil alleen maar zeggen, dat als een bitcoin transactie een bepaalde beperkt zijn, hè, in bijvoorbeeld frequentie en ook in hoogte, dan zal dat minder. Het wordt natuurlijk een ander verhaal, denk ik, op het moment dat je dus bewijs van duizenden bitcoin gaat anonimiseren en de fiscus niet kan achterhalen waar dat geld vandaan komt. Kijk, dan wordt het een ander verhaal. Ja, maar dat is wel het probleem dan voor degene die dat doet. Dat is niet het probleem van bitcoin of het protocol of de mensen die dat protocol bouwen natuurlijk. In de zin van, kijk, als ik mijn betaling privé wil doen of zo privé mogelijk via bitcoin, maar ik wil het vervolgens wel bij de Belastingdienst opgeven, dat kan. Je hebt dan zelf die keuze. En ja, bitcoin biedt zulke keuzes. Dat is een beetje hoe ik daarin sta. Precies, dus het staat eigenlijk los van financiële privacy, staat in zekere zin los van het betalen van belasting. Dus dat wordt vaak. Ja, voor mij wel. Dat wordt vaak. Kijk, dat wordt vaak op één hoop gegooid, ja. Inderdaad. Want als ik ervoor kies om mijn betaling niet te willen delen met een bank. Weet je wel, ik wil geen toestemming vragen aan de bank om naar jouw geld over te maken. Nou, dan kan ik daar bitcoin voor gebruiken. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan daardoor een belastingontduiker ben. Nee. Je kunt en op je privacy zijn. En je wil je geld in eigen beheer hebben. En je kunt gewoon netjes je belastinggegevens invullen. Ja. Dat is niet dat elkaar per se uitsluit. Nee, zo sta ik er ook in hoor. Kijk, je hebt bepaald inkomen wat je genereert. Daar betaal je belasting over. Je hebt bepaald vermogen. Over dat vermogen betaal je ook netjes belasting. Je betaalt aan de kassa natuurlijk gewoon netjes je btw-belasting. Als je naar de benzinepomp gaat, moet je een accijnsbelasting betalen. Ik bedoel, stel dat iemand in de familie, je bent een erfgenaam, iemand laat een nalatenschap na, dan betaal je daar erfenisbelasting over. Erfbelasting. Of nee, dat is weer wat anders. Maar goed, anyways, we betalen genoeg belasting. Genoeg. En dan heb ik het nog niet eens over de milieuheffingbelasting of waterschapsbelasting. Maar anyways, dus dat. Maar ik denk dat voor de luisteraar ook wel duidelijk is. Dat wij er zo in staan, dat wij geen belastingontduikers zijn. Het gaat er alleen om, nee. Van je hebt een bepaalde. Kijk, alle. Naarmate natuurlijk betalingen steeds meer digitaler worden en het kerstgeld er ook gewoon uitgaat, waarschijnlijk. Is feitelijk alles inzichtelijk en krijg je toch een soort surveillance vanuit de overheid, Belastingdienst, CQ, commerciële banken. Nou, en dan kan Bitcoin daar door middel van dit soort technologie wel een soort tegen alternatief voor zijn. Gewoon. Ja, voor de mensen die achter Bitcoin staan en zoiets hebben van nou, ik vind het idee leuk of idee interessant, slash. Het idee is waar het om draait, dan is dit een alternatief. Kan het een alternatief zijn? Want als ik naar de slager ga, stel jij bent een slagerwessel en ik ga naar jou toe en ik wil graag een beetje beenham kopen. Mm-hmm. Waarom moet, dan vind ik het, zou ik het fijn vinden om de optie te hebben om aan jou te betalen. Het netwerk controleert dan of ik de betaling kan doen, of ik genoeg bitcoin heb. Ik stuur dat bitcoin aan jou. Jij krijgt je bitcoin. Dan hoeft niemand toch te weten dat ik jou die bitcoin heb gegeven. Als jij het dan maar vervolgens netjes opgeeft van dat je het verkocht hebt. En daar komt natuurlijk het witwassen om de hoek. Want ja, hoe traceer je dat dan? Maar op protocolniveau en op bitcoinniveau is dat gewoon voor mij een hele een welkome toevoeging. Ja. Want nu is het nog best ingewikkeld. In de zin van, je kan wel gewoon CoinJoin wallets, Wasabi of Samurai, moet ik zeggen. Voor mij Samurai. Ja, je hebt Wasabi, kun je CoinJoinen en Samurai ook. Ah, en dat werkt prima. Maar dat is dus weer een ander soort systeem dan dit. Dan gooi je al je transacties op één hoop en wordt het daarna verdeeld. Ja, nou ja, het heeft ook gewoon te maken, denk ik, Robin, met een bepaald soort vrijheid en onafhankelijkheid. Die financiële privacy. Het gaat er ook om dat. Kijk,
jij wil beenham kopen, ik noem wat. En er is iets, even een gedachtensprongetje. Ik noem wat beenham is schadelijk voor de gezondheid. Bewijs van, hè, het zou uit een onderzoek komen. En mensen die beenham eten, die betalen een hogere zorgpremie. Omdat ja, de zorgverzekeraar vindt gewoon dat beenham is schadelijk. En ja, jij eet beenham. Dus daardoor betaal jij een hogere premie. En dat continue delen van persoonlijke data, hoe iemand leeft. En vervolgens hoe bedrijven daaromheen, of dat nou, en ook overheden, daar controle op toch op uit willen oefenen. Onder een mom van effectiviteit of efficiëntie. Hè? Want ze zeggen dan, ja, dat is dan veel. Want we kunnen dan veel efficiënter een verzekering aanbieden. Als we meer weten. Ja, tuurlijk. Dus dat vind ik wel een keerzijde van technologie ook. Hè? Dus, ja, maar dat is een. Ik ben me er wel van bewust dat als jij. Stel, jij koopt elk weekend 2 kratjes bier. En je wil op termijn gaan verzekeren tegen, weet ik veel, hart- en vaatziekten en allerlei andere gekkigheid. Dan kan het zijn dat je premie op een gegeven moment, dat is nog niet. Maar naar zulke profielen ga je wel toe als dat het beleid gaat worden. Dan heb je daar gewoon mee te maken. Sterker nog, als je bepaalde ziektes hebt gehad, heb je ook al met je hypotheek daar al mee te maken. Hè? Ja, hypotheek. Of stel je hebt ooit je energierekening te laat betaald. Dan krijg je ook een soort notering waardoor je misschien minder makkelijk nieuwe energiecontract kan krijgen. En dat staat eigenlijk dus, dat staat dus voor mij los van of dat terecht is ja of nee, zulke soort dingen. Maar er is dus straks, of hopelijk, Bitcoin kan een optie zijn om dat soort dingen een beetje, voor jezelf in ieder geval, te regelen hoe jij dat wil. Jij kan dan zelf inzichtelijk maken hoeveel je wilt delen met iemand. Ja, het gaat, dat is natuurlijk een ander. Ja, maar daar heeft het wel mee te maken. Dat ik bedoel, Jameson Lopp heeft het toch ook wel eens verteld, dat er ineens een SWAT-team voor zijn deur stond. Maar dat hij gewoon de verkeerde persoon was die ze moesten hebben. En zo zijn er wel, toch wel volgens mij, tientallen voorbeelden bekend waarbij allerlei data uit social media aan elkaar geknoopt is. Daar kwam dus een bepaald target uit. Van, nou ja, vervolgens gaan de opsporingdiensten daar naartoe en blijkt gewoon een complete failure te zijn. Maar jij moet vervolgens richting de buitenwereld weer bewijzen dat jij het niet bent. En dan zit je toch in een soort Orwellian 1984 scenario waarbij En daar ga je wel naartoe als het geld alleen nog maar digitaal is eigenlijk. Wat niet Bitcoin is dan, hè? Maar als je gewoon alleen maar euro's via de bank kan doen, dan heb je echt een heel eng scenario. Maar goed, hup, privacy dan maar. Huh? Ja, nou ja, kijk, zo'n centrale digitale bankmunt, dat klinkt allemaal wel leuk en aardig. Hè? Want dan zegt de DNB van, jullie kunnen ook een bankrekening bij ons krijgen, want dat is bedoeld als een soort extra vangnet. Mocht het fiatstelsel, mocht er commerciële banken omvallen, dan heb je altijd nog een bankrekening bij de DNB. Maar ja. Dat is het verhaal naar buiten toe. Het verhaal wat erachter ligt is, willen wij wel een bankrekening bij de DNB? Ik bedoel, controle, controle, controle is het de samenvatting van dat. Meer controle op alles. Ja, controle en dus ook een bepaalde verplichting. Ik noem maar een voorbeeld, een verplichte pensioenregeling voor ZZP'ers. Ik noem wat, weet je wel. Of, nu het zegt. Weet je wel, dus bepaalde dingen die van bovenaf worden opgelegd en waar je eigenlijk niet dan bij wijze van omheen kan, omdat het dan de regel of bij wet is opgenomen. Dat zal altijd een spanningsveld zijn tussen de wetgever en degene die onder die wet vallen. Nou, moeten we zeggen dat als we kijken naar Amerika, Robin, dat we in Nederland toch nog wel onze handjes mogen wrijven. Zeker, maar dat betekent niet dat de dingen niet verkeerd zijn natuurlijk. Precies. Als het ergens anders minder gaat, wil niet zeggen dat het hier allemaal goed is. Maar inderdaad, af en toe daar eens over nadenken, kan ook geen kwaad van. Nou, ik heb het hier toch best wel tot nu toe in mijn 27 jaartjes prima naar mijn zin. Ja, dus in die zin, goed, dat is mijn ervaring. Naarmate je meer reist, kom je er ook wel achter dat het in Nederland best prima geregeld is.
Ja, maar dingen kunnen altijd beter. Ik zag net toevallig een stukje te lezen over de pensioenen die niet meer zeker zijn, maar afhangen van de prestaties op de beurs. Ben je ook lekker mee? Heb je altijd netjes, ik noem maar wat, 40, 50 jaar gewerkt voor je werkgever. Netjes je pensioen opgebouwd. Ja. En dat gaat nu deels en rook op. Nou, dan gaan ze dan naar bepaalde aandelen sturen die worden gered door de staat. En een potje bitcoin mogen ze niet aanhouden. Nou, zelfs een potje goud mogen ze niet aanhouden. Dat is wat. Nee, helemaal niet, voor mij een paar procenten, of niet? Nou, wat ik begreep van Willem Middelkoop is dat de DNB destijds daar wel een stokje voor gestoken heeft. Dat pensioenfondsen goud mogen aanhouden. Ja, stel je voor dat je ergens in investeert wat echt gewoon fysiek bewezen schaars is. Hè? Ja, terwijl mezelf 600 ton op de balans heeft staan aan goud. Dus dat ja, maar. En gelukkig maar. Gelukkig wel. Ja, ik dacht, volgens mij is Nederland daarmee wel top 20 in ter wereld die met een dergelijke goudbalans qua volume. Ja, misschien wel top 10 officieel dan, hè? Want er gaan natuurlijk ook wel geruchten over geheime stapeltjes goud van met name Rusland en China. Ja, dat zou kunnen. Dus als percentage van het bruto nationaal product denk ik wel sowieso top 10, ja. Ja. Om het nog even terug te koppelen naar Bitcoin, nu we het over goud hebben. Venezuela die had een verzoek gedaan bij de Bank of England. Of zij een deel van hun goud mochten gebruiken voor, ik weet niet, whatever. Het goud is daar opgeslagen. Kregen ze geen toestemming voor. Oh. Dus toen had ik, toen kwam ik op Twitter tegen en ik even scrollen. En toen kwamen inderdaad mensen die zeggen van ja, maar dat is toch het perfecte argument voor Bitcoin. En toen dacht ik, ja, dat is het inderdaad. Want goud moet je dus nog ergens anders opslaan, in dit geval bij de Bank of England. Ja. En Bitcoin kan je gewoon in eigen beheer hebben, hoeveel het ook is. Dus toen dacht ik van, nou, dat is weer zo'n voorbeeld in de praktijk. Van, ja, ook weer wederom leuk dat je goud hebt. Maar als je dat niet zelf op je eigen terrein hebt, dan ben je nog steeds afhankelijk van een andere partij. Zeker, zeker. Dat met name denk ik de verzekeringen, transport, et cetera. Dat is voor goud natuurlijk vele malen duurder. Ook omdat het is ingekapseld in die in plan A. Hè? Ja, gaat ook maar eens vervoeren. Al kan je het allicht misschien gewoon aan de bank zelf verkopen, dat weet ik niet. Ik weet niet precies hoe die constructies werken. Ja, nou, we zagen ook in Argentinië even iets ander nieuws. Dat de Argentijnse overheid is ook wel aan het kijken naar Bitcoin als zijnde middel om peso in dollar om te wisselen. Dus men wil verscherpte controles op de Bitcoin-handel, met name de peer-to-peer handel, omdat. Ja, Bitcoin wordt gebruikt om die zwakke peso om te ruilen in een sterkere dollar. Dus stel ja. Je hebt, $100.000 in peso's op je spaarrekening staan. Je bent een gevierde ondernemer, Robin, in Argentinië. Je denkt, ja, het wordt alleen maar minder waard. Wat is het, 30, 40% alleen al dit jaar? Dus van die 100.000 blijft er nog 60.000, 70.000 over. Dus waarom dat dan niet omzetten in dollars? Via Bitcoin. Dat mag niet, hè? Ze hebben daar regels voor geïmplementeerd. Ik weet nou niet of het van een bepaald bedrag naar 1.000 ging. Of dat het rond de $200 of zo per maand was of zo per Argentijn. Toch $2.000. Maar in ieder geval, die vluchtroute is eigenlijk relatief ver afgekapt. En dan kan Bitcoin inderdaad een optie zijn, want dat is nog niet gelimiteerd. Dus je kan inderdaad je pesos dumpen voor Bitcoin. En met je Bitcoin, als je geen Bitcoin zelf wil hebben, kan je Bitcoin gebruiken inderdaad om dollars te kopen. Want die grens is natuurlijk niet gesloten. Maar nu gaan ze dus de andere kant ook aanpakken, denk ik, in Argentinië. Ja, het was niet echt duidelijk hoe ze dat gaan doen, maar ze gaan in ieder geval wel kijken naar alle transacties. Dus ja, kijk, die person-to-person markten wordt lastig, denk ik, om dat te ondervangen. Maar je kan net als in Nederland natuurlijk gewoon regels maken voor de officiële exchanges die er eventueel zijn daar. Ja, zo'n local bitcoins heeft natuurlijk gewoon een KYC. Maar bijvoorbeeld een BISC en HODL niet. Maar ja, dan ben je toch afhankelijk van mensen die bitcoin willen verkopen ook natuurlijk. Dus je moet sowieso wel een liquide beurs hebben om ik noem maar wat, die $100.000 in peso om te ruilen in echte dollars. Kijk, en dat is natuurlijk wel echt een ding, we hebben het al vaker over gehad, van dit is wat de politiek kan doen om Bitcoin tegen te werken, om het moeilijker te maken om er gebruik van te maken.
En dat kan op lokaal niveau best wel extreem, blijkbaar. Ja, dat voorzie ik, daar hadden we het vorige keer ook wel. Dat voorzie ik in Nederland ook wel hoor. Dat op de duur de regering zegt, er komt wel een soort tax, een aparte bitcoin tax bijvoorbeeld. Ja, het is sowieso al wel meer. Hè. Kijk, toen ik mijn eerste bitcoin gekocht, dan maak je een account aan, maakte je geld over en dan was het gewoon, dan zeg ik bitcointjes, ik heb helemaal niet heel veel bitcoin, maar dan maakte je gewoon je geld over en dat was het eigenlijk, dat was je verificatie bij wijze van spreken. En als je pech had tussen aanhalingstekens, moest je ook nog even een deel van je idee opsturen. Ja. En dat was het dan, dan kon je aan de slag. En nu moet je best wel echt laten weten wie je bent. Die moet je nog net niet helemaal uitkleden. Digitaal moet je wel, qua gegevens moet je in ieder geval wel flink laten zien. Ja, nee, precies. Je bent zo naakt als wat, digitaal. Dus dat gaat gewoon gebeuren. Met name voor nieuwe klanten. Hè. Als bestaande klant krijg je ook wel wat aanvullende vragen. Ja. Blijkbaar zijn er al de nodige transacties gebeurd, waardoor je al bekend bent. Maar voorheen was die verificatie was gewoon die 1 cent overmaken via je bank. Dan was een broker had zoiets van, oké, deze is geverifieerd, want de bank weet eigenlijk ook al alles van je. Dus maar goed, dat is nu iets meer geformaliseerd of geïnstitutionaliseerd via die cryptowet. Ja, en zo zie je dat elk land eigenlijk het op zijn eigen manier doet, maar je ziet nu wel steeds meer, waar een paar jaar geleden nog om gelachen werd, als het ware, zijn er nu wel bezig om serieuze wetten te maken of regels te maken die bepaalde dingen afremmen, dan wel afsluiten, dan wel ervoor zorgen dat men weet wat ze. Al heb ik sowieso mijn twijfels of er in de hogere regionen nou zoveel know-how is over hoe we Bitcoin eventueel zouden moeten reguleren in Nederland. Maar dat is weer een andere discussie. Ja, nou ja, we houden het in de gaten. Er is een openbaar register van de DNB. En we hebben ook wel navraag gedaan bij de DNB afgelopen week. Van zijn er al namen geregistreerd? Maar dat vooralsnog niet. Dus er zijn wel een paar, maar dat is weer net een iets ander register. Dus die zijn dan geregistreerd als betaalinstelling. Maar goed, dat houden we ook in de gaten. Als we het dan toch over de gevestigde orde hebben, Robin. Common Sachs. Common Sachs was in het nieuws natuurlijk, omdat feitelijk kwamen zij tot de conclusie van, Bitcoin is voorlopig geen interessante asset voor onze klanten. Onze klanten, dat zijn dan vooral echte grote partijen. Hè. Voor zo'n grote bank heb je het dan over... grote family offices, grote beleggingsfondsen, waarschijnlijk ook pensioenfondsen, landen. Ja, precies. Die hadden een meeting met hun klanten. En dat was gewoon een PowerPoint-presentatietje, zo zag het eruit in ieder geval. En daar ging het ook even 5 minuten over bitcoin en goud. Er was niet echt ruimte voor vragen, van wat ik begreep. Vertelden ze bij de blokken in ieder geval, die hebben dat via weer gehoord uiteraard. Er is altijd wel iemand die even lekt. En die geven eigenlijk aan van bitcoin is gewoon geen goede investering voor jullie. Dat zeggen zij. Want het genereert geen cashflow, zoals bijvoorbeeld obligaties, staat er. Ze genereren geen winsten als je het, als de economie groeit. Dus ze vertellen dus dat bitcoin niet kan groeien als de economie floreert in de wereld. Oké. Ook heel raar, ja. Ja, ik doe het even in het Engels, dat is makkelijk. Do not provide consistent diversification benefits, giving their unstable correlations. Oftewel, ze zeggen het is niet gecorreleerd, niet heel sterk gecorreleerd aan allerlei wereldmarkten. En daarom is het niet goed, geen goed diversificatiemiddel. Wederom, heel gek. Ja, ja, nee, inderdaad. Ja, terwijl je zou zeggen van het is juist een diversificatiemiddel voor beleggers die ook een plan B willen. Ja, kijk, en die eerste twee, geen cashflow en niet per se verdienen als de wereld groeit. Ja, dat is gewoon by design. Je hebt gewoon bitcoin en de markt bepaalt de prijs. Dat is je investering. Je genereert niks met het vasthouden, behalve dan eventueel als de prijs stijgt. Je genereert geen nieuwe bitcoin als je het vasthoudt en er niks mee doet. Behalve dan dus dat je het wel in eigen beheer houdt. Het is een beetje een gek stukje. Ik zal het nog even verder doen. Ja. Do not dampen volatility, giving historical volatility of 76%.
op bijvoorbeeld in maart 2000, of maart van dit jaar, maart 12 was dat. Ja, Black Thursday. Toen ging de prijs met 37% naar beneden. Ja, wederom, dat is ook wel inherent aan een klein netwerk. Ja, misschien dat... En do not show evidence of hedging inflation. Nou, dat is ook echt... Bitcoin heeft dus een steeds lager inflatiecijfer elke 4 jaar. En zij zeggen dus dat het niet tegen inflatie werkt als hedge. Ja, nou ja, ik vind het raar, best wel een aantal rare argumenten. Want ik bedoel, volatiliteit, dat is toch juist voor traders juist een pluspunt, zou ik zeggen. Want hoe meer koersschommelingen, hoe meer potentiële winst of verlies. Ja. Goed, dat is juist voor een handelaar, denk ik. Heeft Goldman Sachs ook niet ooit Circle gekocht? Dat is ook een Bitcoin-beurs. Ja, ze hebben daar een inderdaad, ze hadden daar een aandeel van 9% in Circle. Volgens mij nog steeds. Ja. Volgens mij nog steeds. Sterker nog, ze hebben volgens mij zelfs ooit een trading desk gehad voor Bitcoin. Maar ja, dat is echt 2017 geweest uit mijn hoofd. Of ze hebben daar toen maar uiteindelijk hebben ze daarvan afgezien. Dat was het. Ze hebben nooit echt daadwerkelijk een trading desk gehad. Ah. Ja, dat is ook wel een ding. Als jij Goldman Sachs bent, een investeringsbank, dan verkoop je natuurlijk allerlei financiële producten die je nergens anders kan krijgen. Je kunt niet even, als jij en ik even online gaan, dan kan je niet die financiële producten kopen die zij aan hun cliënten aanbieden. Nee. Bij Bitcoin kan dat wel. Elke cliënt van hun en wij kunnen in principe dezelfde Bitcoin kopen. Klopt. Alleen, ja... Dus eigenlijk is het een heel grote concurrent voor hun in de zin van... Bitcoin, daar heb je geen Goldman Sachs voor nodig om in te investeren. Nee, precies. Precies. En zij zitten natuurlijk vuisten diep in plan A-producten. En plan A-producten zijn aandelen, obligaties, ook goud en zilver... Dus zij hebben daar geen belang bij. En dus dat. Sterker nog, ze hebben belang bij dat het denk ik niet groter wordt dan dat het al is. Ja, wie weet dat zij toch wel ook bij CME Bitcoin shorten. Ja, je weet het niet. Dus het is. Ja, of privé toch ook al. Kijk, als Goldman Sachs wel bij wijze van spreken een Bitcoin reserve aan het aanbouwen is, niet dat zo is, hè? Maar dan zouden ze ook niet nu al zeggen dat ze dat aan het doen zijn en dat iedereen Bitcoin moet kopen. Dan gaan ze eerst dat stapeltje eens leuk opbouwen. Zou kunnen. Kijk, dat is denk ik niet aan de orde hoor. Maar er zijn allerlei verschillende belangen te bedenken waarom zij ook niet in het openbaar iets over positiefs over Bitcoin zouden gaan promoten. Ja, dat zou kunnen. Hè? Dat ze zeggen, nou ja, dat is een beetje aluhoedje-achtig. Maar dat ze het juist downplayen zodat de prijs laag blijft. Ik denk niet dat het geval is hoor. Maar ik denk gewoon dat ze zoiets hebben van dit is niet... hoe onze investeringsstructuur en zo werkt. Nou, maar ja, als jij als asset manager anno nu nog steeds zoiets hebt van... Bitcoin is het niet voor mij... dan moet je toch wel heel zeker van je zaak zijn... want voorlopig is het nog steeds de best beterende asset in deze eeuw. Ja, kijk, Goldman Sachs speelt altijd op verschillende borden tegelijk. Ja, dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld met het failliet van Griekenland destijds. Ja. Ja, dus zij adviseren een land en tegelijkertijd... shorten ze een land, bij wijze van. Hè? Dus het is, dus het is wat dat betreft heel. Het zou mij verbazen als ze geen Bitcoin zouden hebben, omdat ze toch, ook al is het maar een heel klein beetje, in hun ogen. Hè? Ja, ik weet niet of we al zover zijn als die banken dat al doen. Ja, nou en die. Want het kan ook daadwerkelijk zo zijn dat ze het niet serieus nemen nog steeds. Dat kan. Zou kunnen. Dat. Ik bedoel, iemand als Paul Tudor Jones, hè, die naam is natuurlijk veel genoemd de afgelopen weken. Dat is wel iemand van de oude garde die het dus wel ziet zitten. Weliswaar als we Bitcoin Futures. Ja. Daarmee komen we ook op bij het laatste onderwerp, Wise Ratings. Hey, een bruggetje. Bruggetje. Even kijken, ja, Wise Ratings, die had een leuke tweet eigenlijk wel. Hè? Een beetje prikkelen, moet kunnen. Ze zeggen eigenlijk, nou, Bitcoin heeft veel meer, er zijn gewoon veel meer Bitcoin dan die 21 miljoen die iedereen die in het protocol is ingebakken. Wat bedoelen ze daarmee, Robin? Misschien kun jij het even goed uitleggen.
Het zijn eigenlijk, ze hebben het dan over papieren bitcoin. Ja. Natuurlijk zijn er gewoon nu ruim 18 miljoen bitcoin op het bitcoin netwerk aan zich. Maar er worden allerlei financiële producten om bitcoin heen gebouwd, waarmee je op de prijs van bitcoin kunt speculeren, zoals bijvoorbeeld bitcoin futures, zonder dat daar ooit een bitcoin bij aan te pas komt. Ja, precies. Dus ja, ze prikkelen inderdaad een beetje, want het is dus echt niet zo. Maar er zijn wel heel veel, zeggen zij, papieren bitcoin, waarin eigenlijk constant heen en weer gepingpongd wordt, zonder dat het te maken heeft met bitcoin. Net als dat bijvoorbeeld bij goud is. Daar heb je het met middelkoop ook over gehad, geloof ik, Wessel. Het komt natuurlijk op neer dat je kunt bitcoin als je kunt gewoon een product ontwikkelen. Dat zo werkt de financiële wereld eenmaal. Je hebt het fysieke goud, of de fysieke bitcoin, de 21 miljoen bitcoin, zeg maar. En daarmee kun je alle producten ontwikkelen. En op den duur had je inderdaad een tekort aan papieren goud wereldwijd. Omdat dat zorgde ook weer voor een stijging van de goudprijs. We zagen natuurlijk bij olie dat olie futures zelfs een negatieve prijs kreeg. Ja, daar zat wel wat nog wat meer achter. Want wat ik begreep van olie futures, als die aflopen, dan moet je ook daadwerkelijk dat vat meenemen. Oké, ja. Dus als jij in de min staat, dan betaal je dus, of tenminste ik moet anders zeggen, als jij uiteindelijk zo'n vat krijgt voor 20 euro, maar het kost je 30 euro om het op te slaan, dan ga je dat niet doen. Dus dan gaat het de negatieve kant op met die futures, dat was wat er volgens mij gebeurde. Precies. Daar. Dat is bij goud en bitcoin futures vaak anders, omdat daar dus gewoon de dollar achter ligt en niet een bitcoin of goud. Bij olie is het dus vaak gewoon olie, blijkbaar. Nou goed, dan is dat toch wel een verschil. Waar het hier over ging, hè? Over die negatieve futures. Je zal ook vast wel olie futures hebben waar ook wederom door de dollar gedekt was. Maar dat ging specifiek over die soort futures. Ja, we hebben op de bitcoin wereld eigenlijk alleen BACT de fysieke BTC aanbiedt. Volgens mij is tegenwoordig trouwens misschien ook CME. Maar dat doen ze, dacht ik, via een handelshuis in Singapore. Maar dit is bij far veel minder populair dan echt nog steeds de papieren bitcoin. Dus je speculeert met bitcoin als onderliggende waarde, maar je krijgt je winst of verlies gewoon in dollars. Dus dat is eigenlijk de eigene manier voor handelaren om met bitcoin te... En dat doet bijvoorbeeld ook een Paul Tudor Jones, hè? Die koopt dus geen echte bitcoin, kun je zeggen, maar die koopt de futures. En dat is gewoon een manier om met deze asset om te gaan. Voor hun dan. Hè. Kijk, voor of voor. Hij koopt blootstelling aan de prijs. Dat koopt hij. Ja. Met futures. Ja, precies. Kijk, voor de echte aficionado's, die kopen natuurlijk gewoon de echte bitcoin. Dat kan gewoon via spotmarkten. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook de bitcoin die, logischerwijs de... Wat we hebben gezien bij de halving, dat natuurlijk die voorraad aan nieuwe bitcoin is gehalveerd. En dat gaat dus echt om de echte fysieke bitcoin, waar wij het eigenlijk voornamelijk over hebben. Maar goed, ja, het is ook een asset class, hè? Dat is fase 4 in het model van stock to flow cross asset model van plan B. En, Goldman Sachs is het daar niet mee eens. Die kwalificeert het dus duidelijk niet als een beleggingscategorie voor hun. Nee, maar, plan B is nog niet bij Goldman Sachs doorgedrongen. Terwijl, ja, we weten dat hij bij een grote Nederlandse bank werkt. Dus wie weet. Ja, voor mij is... Kijk, ik vind het allemaal wel prima. Des te langer hebben wij de tijd, Wessel, om nog een beetje satoshis te vergaren. Precies. Goed, en des te meer tijd we ook misschien hebben om nog meer over bitcoin te schrijven. Ga dan vooral naar... Waar doen we dat ook alweer? Bitcoinmagazine.nl Hey. Ja. En natuurlijk gewoon de verschillende socials. We hebben komende week trouwens ook een leuke special. Die behouden we nog even als cliffhanger. Een speciale special. Iets meer aandacht voor een bepaald onderwerp binnen de bitcoin. Of kunnen we het wel al gewoon een beetje noemen? We gaan een lightning maand doen op de website. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in... Ja. Snellere bitcoin betalingen op het Lightning Network of gewoon willen weten what's up. Check vooral de website de komende maand, want we proberen elke dag een artikel online te knallen. En dat wordt leuk, denk ik. Leerzaam ook voor onszelf. Ja, nee, precies. Dus, hartstikke leuk. Bedankt voor het luisteren en ga vooral naar de socials. We hebben een hele leuke Telegram groep.
ruim 3000 Bitcoin liefhebbers zitten daarin. Dan kun je altijd een vraag inschieten. Yes. En meestal proberen we dat zo snel mogelijk te antwoorden met goede info. En nou, tot de volgende keer zou ik zeggen. Geniet van de zon. Yes. En not your keys, not your Bitcoin. Later.